Je hebt drie interessante indices op de beurs. Het zijn de fix, de move en de OVX. En de fix is de bewegelijkheid van aandelen, move is de bewegelijkheid van obligaties en OVX is de bewegelijkheid van olie. En wie weet er het meest van obligaties? Het zijn de obligatiehandelaren. En waarom zijn obligaties belangrijk? Er is meer schuld dan ooit. Dus als obligaties meer gaan bewegen, wat als eerst de obligatiehandelaren door hebben wat eronder is, zie je als eerst de move omhoog gaan. Dus de move is iets om in de gaten te houden. gaat? we schrijven hem op, de move. Heel goed. De OVX is voor oliehandelaren. En olie is een van de grondstoffen die het snelst reageert op economische veranderingen. En wie zien dat, hebben dat als eerste door? Niet de aandelenmannen, nee. Dat zijn de oliemannen, die handelen in olie. En het was op zich vorig jaar wel mooi te zien. Want je zag uh, dat de OVX flink aan het stijgen was in, in februari. Waarom? De olieprijs ging hard naar beneden. Omdat in februari er al harde lockdowns waren in Italië. Vooral Lombardije, Noord-Italië. De aandelenmannen dachten van ja... Het is lekker in Europa, het is in Zuid-Korea, het is in China. Het zal niet naar de Amerikaanse beurs overslaan. De SP is nog altijd op een all-time high en de fix was nog low. Ja. En de afgelopen tijd hebben we dus uh, gezien dat uh, de fix wat naar beneden is gegaan. Dit jaar, dus met een procentje of 13. De MOVE, de en obligaties, is echter met 25% gestegen. En de OVX is met 30% gestegen dit jaar. Dus de oliehandelaren zijn onrustig, de obligatieshandelaren zijn onrustig. En de fixhandelaren zijn rustig. En dat is iets om, 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 om in, in de gaten te houden.